Foto president Bouterse gemanipuleerd. Het Nationaal Informatie Instituut wenst middels deze ten overvloede de samenleving op te roepen om waakzaam te blijven voor onruststokende berichten op social media. Recente berichten op social media zijn klaarblijkelijk met de intentie geplaatst om paniek te zaaien en verwarring te brengen onder onze bevolking. Op het sociaal medium Facebook gaat een foto rond waarop de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiree Delano Bouterse, in aanwezigheid is van Fabio Perk, die jongerenvoorzitter is in Nikeri van de politieke partij waar de president leiding aan geeft. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. Boodschap.today.